Jongens, ik sta hier in het nieuwe gedeelte bij de grote dam van Contentveen. Maar ik ben nog steeds mijn elytra kwijt samen met de rest van mijn armor. En toen ik hier eenmaal rondliep, dacht ik, ik zit vast. Ik kan er niet meer uit. Maar goed, wat leuk dat jullie bij deze video zijn. Ik hoop dat je hier ook vast zit en niet meer wegkomt en helemaal tot het einde moet kijken. Maar dat zou leuk zijn. Maar goed, vandaag wil ik deze video beginnen met wederom progressie maken aan deze grote, ja, wat is het? Muur hier? Het is natuurlijk gewoon een grote kale muur. Ik heb vorige keer dit allemaal hier gemaakt. 2 afleveringen geleden heb ik het gras ook toegevoegd en zo. Maar nu dacht ik, weet je wat, het is tijd om weer een beetje progressie te maken aan deze kant van het nieuwe gedeelte. Want hier kan ik niet zoveel meer doen naast huisjes bouwen en gewoon belichting en blablabla. Maar dit is gewoon echt een doorn in het oog. En ik heb hele grote ogen, dus het doet heel veel pijn. Alleen, voordat ik hier dus mee wil gaan beginnen, wil ik even een Elytra pakketje kopen bij Julian. En ik bedenk me net, volgens mij kan ik er op zich wel uit, maar dan moet ik via het water dat niet stroomt. Huh? Waarom stroomt het water niet? Het water loopt vast, jongens. Het water is vastgelopen. Ah, allemaal animaties stonden uit. Ah, kijk, daar is het water weer. Maar als het goed is, kan ik gewoon zo, zo, zo. Ja, kijk eens. Zo kan ik gewoon toch omhoog. Kijk, die dam heeft wel een beetje nut. En dan moet ik hier onderdoor. Dit wordt even tricky, want hier heb ik hele heftige stroming. Maar gelukkig ben ik een mooi zampie die tegen de stroming inzwemt. 1, 2. Ja, hoppakee. Groot succes. Oh ja, als je afvraagt waarom ik nog steeds zo'n rare outfit aan heb. 2 afleveringen geleden. Au, is mijn kasteel overgenomen door de kwaadaardig professor Frederik. En ik heb nog steeds niet terug. De vlaggen die zijn nog steeds zwart. Ik heet nog steeds geen Bart. Ik weet niet waarom ik dat zei, het rijmde. Nee, maar dus vandaar. Ik ben nog steeds een burger in mijn eigen dorp in plaats van de koning zoals normaal. Maar goed, we zijn hier nu in de, ja, wat is het? De markt hier. Even kijken. 1 shulker, 4 dia. Er zit alleen een shulker in. Elytra bundel. Nee! Ze zijn op! Julian heeft geen nieuwe Elytra bundel. Ik wou even een nieuwe Elytra kopen. Waar heb ik dat gelaten? Hoe kan ik dat kwijtraken? Mijn Elytra en zo. Ik snap het niet. Mijn vorige aflevering ben ik mijn Elytra kwijtgeraakt. Dat is echt heel stom. Zit het niet hierin of zo? Ik wou net zeggen, ja. Oh mijn god, ik had het gewoon daarin gestopt. Oh mijn god. Wat stom. Dat ben ik gewoon vergeten. Ik heb het letterlijk gewoon buiten mijn opname. Echt voor de vorige aflevering nog had ik dat even daarin gestopt. Omdat ik mijn nieuwe skin wilde checken en gewoon hoe het eruit zag. Zielige niet-koningsoutfit. Als gewoon normale dorpsburger. Maar het lag gewoon hierin. Ik ben echt een loser, hé. We kunnen weer vliegen. Wat fijn. Zo, nu we weer kunnen vliegen en gewoon het normale leven voort kunnen zetten, kunnen we hierin landen? Ja, ik wou zeggen. Dan kunnen we gelijk beginnen met even kijken hoe ver we dit nog moeten uithakken. Want ik denk dat ik dit gedeelte verder ga hakken en dan misschien begin met een overkapping en een beetje verder naar binnen wil hakken en zo. En dat gaat zoveel werk worden. Maar laten we het doen met een leuke timelapse. Voor Justin, de timelapse is klaar. Ik laat het zo zien. Wat is er aan de hand, Justin? Je hebt nieuws. Ik kan misschien infiltreren bij Frederik. Oeh, wacht. Kom even mee. Ik heb net natuurlijk mijn prachtige timelapse gedaan. Waarin ik dit helemaal heb weggehakt. Jij hebt me zelfs een beetje geholpen, toch? Goed, hè? Ja, je hebt me zelfs een beetje geholpen met het laatste beetje. Maar kijk eens wat een ruimte daar nu vrij is om coole dingen te bouwen. Lijp. Maar jij, hoezo? Hoezo wil jij infiltreren bij Frederik? Frederik heeft mijn kasteel overgenomen, dat weet je. Ik ben een, simpele burger, net zoals jij eigenlijk. Gewoon een simpel persoon geworden. En kijk, en dat doet Frederik altijd. En dan gaat het weer, het gaat zo regenen. Ik ben net ook getroffen door het stinkbliksem. Jij bent getroffen door de bliksem, maar dat heb ik niet eens doorgehad. Maar hoezo wil jij infiltreren bij Frederik? Ik was daar net. Ja. Toen praat ik daar zo over. Wat nou als ik bij hem in ga trekken van hoe ik wil met hem samenwerken. Dat je doet alsof je voor hem bent, ja, en zo. En dan kan ik de informatie naar jou toe sturen. Oké, wacht. Ik heb een goed idee. Laten we dit voor hem spelen. Laten we waar hij bij is een ruzie maken en dat ik zeg, ja, ga maar bij hem of zo, weet je? Dan is het nog extra overtuigend. Goed idee. Oké, maar dan moeten we even, kom, gaan we naar Frederiks toe. Maar hoe doen we het? Want het is random als we het in het kasteel doen, weet je? Dat is random. Mm. Ik weet, zit hij op zijn troon? Was jij hier net? Hoe was je binnengekomen? Hij was net op zijn troon. Hij liep naar zijn troon toe. Hij liep naar zijn troon. Ja, hij moet eigenlijk even, we moeten zeg maar de aandacht lokken, want het is raar om het binnen te doen. Maar hoe gaan we dat doen? Hard genoeg schreeuwen gewoon.
Waarom ook niet? En nou ben ik het zat met jou, Justin. Stik erin. Elke keer maar weer hetzelfde verhaal. Weet je wat? Ik wil... Dat was eng. Maar zoek het lekker uit. Hoe, kijk, dit weer. Elke keer als jij er bent. Ik weet zeker, jij werkt gewoon met Frederik samen. Oh, ligt het aan mij of zo? Met je... Jij werkt gewoon met Frederik samen. Ik weet het zeker. Oh, wat moet ik voor die poort? Hier, zie, ik hoor hem al. Ja, ga maar naar hem toe, Justin. Doe maar. Ik heb je niet meer nodig. Ik heb je niet meer nodig, oké? Oh, hij staat boven. Frederik, ik heb al door wat je met die Justin doet. Je mag hem hebben, je mag hem houden. Ik hoef hem niet meer, stomme verrader. Je lelijke water. Zodra dit weer van mij is, dan ben je niet meer welkom in deze stad. Oké? Okay? Zoek het lekker uit. Zoek het uit, doei. Stink, Justin. Wat een vervelende manier is het ook. Ah. Wat kom je nou weer doen? Ik dacht dat wij elkaar even niet zouden zien. Ja, maar Max, die was hier en ik was er ook. En toen kregen we ruzie. Ik heb nog geen post. Dit is mijn post ook voor nu. Als hier belasting komt, dan is het ook voor mij, wist je dat? Maar dan moet jij de belasting betalen. Nee, ik weet het. Oh ja. Maar goed, ik heb geen tijd voor deze fratsen, dus ik moet weer gaan. Ja, is goed. Tot ziens, en niet op de kerktoren komen. En niet op de kerktoren komen. Wat gaan wij dus eventjes doen? Wij gaan naar de kerktoren. We gaan naar de kerktoren, Justin. Ik hoorde net, ja, we gaan er naartoe. Ik was aan het meeluisteren. Absoluut nu naar de kerktoren. Maar wij moeten wel nog gelijk als een ruzie hebben. Want jij moet natuurlijk infiltreren bij. Mag ik wat eten van je? Oh, wacht, 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 blijf maar zitten. Dan ga ik wel hier naar mijn ene chest. Kijk. Hallo, Barry. Hey, dankjewel. Barry zit voor altijd hier opgesloten. Yep. Oké, okay, laten we naar boven op de kerktoren gaan. Maar wacht, ik ga wel eerst. En ik doe wel zo naar beneden staan als je ook kan komen, oké? Okay? Dat is bliksem daar. Ja, het ziet er heel onveilig uit, maar ik ga er wel even heen. Ah! Oh, mijn god, wat is dit? Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier allemaal? Huh? Ah! Dat is ook bliksem, blauw vuur. Wat zit hierin? Is dit een portal naar de end? Hoe komt die bovenop de... Huh? Hoe komt er een portal naar de end bovenop mijn basis hier? Of op mijn kerk? Het ziet er ook heel eng uit allemaal. Frederik mag natuurlijk niet doorhebben dat ik hier ben. Want hij zei net tegen Justin niet bovenop de kerk komen. Ik mag trouwens niet even alarmeren dat Justin hier wel kan komen. Waar is hij? Waar is Justin? Je kan... Oh ja, ik kon je al niet vinden. Ik wist niet waar je was. Oh, pas op! Elytra stuk. Echt? Oké, okay, wacht. Wat gebeurt er nou allemaal? Oh, Justin moet er weg. Frederik heeft het door. Oh nee. Frederik ziet ons. Justin, weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Oké, okay, ik ga weg. Kom, weg, weg, weg. Naar de arena. Oh mijn god, Frederik had het door. Hij zag ons. Hij zag ons letterlijk. Het plan dat Justin en ik ruzie soort van hadden. Soort van nep-ruzie. Waardoor ik hem bij Frederik kan laten voegen. En dan dat hij als een soort spion bij Frederik gaat werken. Ik hoop dat het werkt. Frederik heeft net wel onze ruzie gehoord. Maar wat hij daar boven op de kerk aan het bouwen is. Geen flauw idee. Er gebeurt echt weer ineens van alles. Maar even wachten tot Justin hier komt. Ik weet niet wat het aan het doen is. Of wat hij aan het bouwen is. Wat hij aan het oproepen is. Ik weet niet wat er allemaal voor mysterieuze dingen gebeuren. Maar ik vind het niet zo leuk dat Frederik ineens alles. Oh, kijk, daar hebben we Justin. Dat Frederik je alles overneemt. Duurt even. Gast, wat was dat? Je hebt niet gezien hoe het er daarboven uitzag, hè? Ja, ik zag wat vuur. Ja, ik heb 3 seconden gezien. Toen flikkerde ik naar beneden, maar... Ja, het was je lighter een stuk. Ja, hij heeft ons wel gespot. Dat was, hij heeft mij gespot dat ik daarbovenop stond. Ja, vuur en... Ja, er was iets met... Allemaal... Leek wel ender dingen. Zeg maar, het ding is... Hij heeft een soort... Frank, ken je wel, toch? Ja, tuurlijk heet Frank. Frank is volgens mij een soort monster geworden. Oh. En ik denk dat dat daarmee te maken heeft, heel eerlijk gezegd. Naast de troon! Ja, dat was Frank. Naast de troon, heb je hem gezien? Wat ik hoorde was... Ja, hij gromt. Hij gromt heel erg. Ja. Laten we even naar... ik heb een idee. Laten we anders even op de boom gaan staan. Of bij de boom in de buurt. En dan kunnen we kijken of we misschien via het grote glas naar binnen kunnen bespioneren. Ik speek ook, anders heb ik niks aan. Is goed, dan wacht ik. Ik wacht bij het grote... Hoor je dat? Wacht mij voor. Hoorde je nou gegrom? Ik hoorde gegrom. Terwijl we het over dat ding hadden. Het leek sprekend. Dat ding daar aan de overkant bedoel ik. Jezus. Het is niet heel... Hij is weg. Oh, hij is weg! Ik kijk letterlijk 1 seconde naar jou. En ik kijk om en hij is weg. Ja, ik deed dit. Ik ben zo... Was hij weg? Gast, dat gebeurde eerder. Het is alsof je zeg maar... Alsof het een visioenachtig... Ja, weet ik niet. Maar ik heb wel vaker... Elke keer als ik hem zie en ik kijk even weg... En ik kijk weer heen dat hij dan verdwenen is. Dus vorige keer was dat ook voor mijn huis. Maar ik meet je bij het grote glas, oké? Okay? We gaan kijken wat Frederik misschien... Of iets te zeggen heeft. Het grote glas bij mijn troonzaal, weet je? Oh, daarboven op het dak? Nee, dat grote glas gewoon. Echt daar bij de hoofdstraat.
Oh, daar, ja, 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 ik meet je daar. Ja, laten we even wachten op Justin hier. En dan kijken of we naar binnen kunnen bespioneren bij Frederik zonder dat hij door heeft. En hebben jullie nou een idee wat er met Frank gebeurd is, jongens? Je zag het, hij grondt af en toe. Zien we hem alsof het een, ja, visioenachtig. Ik weet niet hoe ik het het best kan uitleggen. Alsof je geesten ziet, weet je. Je kijkt naar hem, je kijkt even weg en je kijkt terug. En hij is ook weg. Dat is nu al 2 keer is me dat overkomen. Dus hebben jullie nou een idee daarover? Laat het dan even weten in de reacties, alsjeblieft. En terwijl je toch bezig bent, vergeet niet te liken en te abonneren. Kom op even, jongens, doe het nou even. Reageer, ik ben geabonneerd en dan geef ik jouw reactie een hartje. Justin, kom. Hij is niet blij met ons komst. Ja, maar hij moet, zeg maar... Ik denk niet dat hij het door gaat hebben als we gewoon rustig of gewoon sneaky gaan zijn. Dus kom. Wat willen we doen? Kom. Wat wil je doen? Nou, weet je wat het is? Ik heb mijn kasteel natuurlijk van binnen en van buiten. Dus laten we even hierheen gaan. En dan waarschijnlijk heeft hij het niet door. Nee, kijk, als we hier nou zo op gaan klimmen, kunnen we een beetje achter de troon, kunnen we zo kijken. Misschien dat we dan horen wat hij te zeggen heeft allemaal. Of dat hij überhaupt zijn opens op voor die bewakers. Er staan bewakers binnen, echt heel veel. Ik zag het. Oké, ik ga wel bij deze. Lopen. Ik zie hem inderdaad. Wat is hij aan het doen? Lijkt wel alsof hij hem straf aan het geven of zo is. Zie je? Ik kan niet zien. Of niet? Ja, kan jij hem horen? Nee, hè? Kijk, hij is daar. Die kom. Het lijkt net alsof hij hem straf aan het geven is. Heb je door? Ja. Oh, wacht. Nee. Oh, ik hoor hem. Ja, ik hoor hem ook. Je weet heel goed wat je moet doen. Het lijkt wel alsof het een preek is. Hij is voorbereiden of een preek of zo, weet je. Een beetje aan het hersenspoelen. Ja, dat is Frank, maar wat is met Frank gebeurd? Ik weet wat het plan is. Daarboven, het visbereid. Is het Frank? Maar jij weet wat je daarmee moet doen. En je hebt het niet. Enige deel. Hoor je dat? Wacht, hoor je dat? Hoor je wat hij zei? Hij zei dat wat daarboven gebeurt. Het verspreidt zich langzaam. Ja. Oh, dat wil ik niet. Ik wil niet dat. Ja, het zag er heel raar uit. Ja. Maar ik wil niet dat het, zeg maar, heel mijn stad zo meteen. Ja, op heeft gegeten, weet je? Dat spul wat daarboven zat. Maak je nog 1 keer die fout. En dan is het klaar. Dan pak ik een nieuw subject. Ja. O ja? Ja. Subject? Ja, inderdaad. Ja, hij is dus een experiment van hem. Ik denk dat hij een soort virus aan het verspreiden is of zo. Over Kondertveen, ik weet het niet precies. Was dat een virus daarboven? Ja, ik denk dat het een virus is die hij aan het verspreiden is. Wacht, laten we weggaan. Kom. Voordat hij het door heeft. Wacht, laten we even opsplitten. Oh, hoe komt hij daar zo snel? Jezus. Hoe komt hij daar zo snel? Gadverdamme. Hij is ook weer weg. Is hij weg? Oh mijn god, hij is weg. Hij is weer weg. Gast, hoe kwam hij daar zo snel? Hoe weg was hij? Ja, maar dat is het ding. Hij is zeg maar, ik vind het heel eng. Wacht, laten we even opsplitsen en dan meeten we bij Post Pizzeria, oké? Ja, is goed. Oké, ik ben hier nu op Justin aan het wachten bij Post Pizzeria. Justin komt hier langzamerhand ook heen. Ik zei, laten we even opsplitsen en zo. Want we hebben nu al een conclusie een beetje getrokken dat daarboven dus een soort virus is of zo. En dat de bedoeling van Frederik misschien is dat hij het wil verspreiden over Kondertveen. Dus ik ben hier lekker nu bij Post Pizzeria. Dan ga ik hierboven, ga ik even vast heen. Gaan we helemaal naar zolder. Zo, en dan de chillruimte hier bij de vissen wil ik even gaan praten. Oeh, nee, ik heb een beter idee dan dat. Hey, goeiedag. Hey. De policy hier binnen is even kleding uit. Althans, te pleuren. Op zijn minst. Oh mijn god, nee. Hey, Frit. Oh, laten we snel zijn kleding uit. Snel je arm eruit. Arm eruit. Welkom bij Post Pizzeria. Ja, hallo, Frit. Welkom. Hey. Ik ben Frit. Jij bent Fred. Groen. Jij vindt groen hartstikke ik lekker. Ik heb jullie gevonden. Wil jij ook een pizza? Hallo, heb jij mijn vriend al ontmoet, Fred? Ja, die hangt bij mij thuis, Fred. Ik zie je. Bij jou thuis? Ja, ik heb Fred uit je grot gehaald en heb ik in mijn huis gehangen. Heb je iemand opgehangen? Oké, dit houdt Fred wel voor bezig. Oké, Justin. Welkom, Post Pizzeria. Ik werk hier tegenwoordig, want ik ben geen koning meer, dus ik moest mijn brood op een andere manier verdienen. Wil je de keuken inkomen om andere lekkere pizza's te bekijken? Graag. Kom maar. Ja, kijk. Leuk. We hebben een variatie van... Oh, volgens mij zijn we net op tijd. Volgens mij zijn we echt net op tijd. Fred kwam net binnen. Hij is klaar om te bestellen. Oké, het ding is... We zitten hier even... Ik denk dat we hier wel veilig zijn. Weet je, dat hier misschien Frederik ons niet kan horen. Of dat die pet project van hem er niet is. En Fred die wacht gewoon langs tot hij kan bestellen. Maar die is wel geduldig. Het is een virus, denk ik, die zich gaat verspreiden. Ja, het is bovenop de kerk begint het. Ja, ik weet het niet, maar hij zei het moet zich verspreiden, weet je. En de taak van Frank, oftewel, ja, ik weet niet hoe we Frank nu moeten noemen, maar dat het zo'n monster is geworden, van dat monster, weet je, is misschien om die verspreiding te, ja, hoe noem je het, voor te zetten, om te versnellen, weet je, weet ik veel. Dus ik weet niet wat we moeten doen, maar jij bent de enige die het weet. Ik dacht net een heel slim idee. Ik ben dus die huis aan het bouwen daar, hè? In jouw dorp. Op de voorkant. Als ik die huis nog zo snel mogelijk afkrijg... Ja? Stel je voor, het gaat niet mis met het virus. Dat hoor ik dan kan iedereen naar mij toe trekken. En dan zijn ze veilig. Dus jij zit gewoon... Wat is... Hey, voor 2 seconden. Zit je het geld uit de kassa te stelen? Hallo?
Wat ben je nu doen? Er lag wat geld. Ja, mag ik dat terug? Nee. Dit ga ik tegen Julian zeggen. Je bent een dief nu, Fred. Nou, we zijn nog bij bankeigenaar, hè? Dat kan toch niet? Nou, dat kan echt niet, nee. Nee, niemand gaat bij je. Hallo, je gaat niet mijn burgers stelen. We gaan mijn stad redden. Het gaat mis. Hier gaat het helemaal ja, mis. Okay. Dan kan je daar eventjes naartoe. Ja, dat klopt. Jij moet sowieso inderdaad... Hij heeft echt sowieso... geen geduld. Hij heeft echt geen geduld. Jij moet sowieso je huisjes afbouwen in je stad. En... Oh, mijn god. Ja, wat is er? Ik had pizza besteld. Nee. Welke kleur? Groen. Wat voor smaak? Aubergine. Hoe heet je pizza op het menu? Groene pizza. Heb jij groen toevallig? Heb jij mijn nieuwe vriend al ontmoet? De persoonlijke assistent van Content Veen. Ik heb hem gemaakt. Die heb ik niet gezien. Ik heb ook mooi. In de Fredgrot. Je kan hem daar vinden. Je kan alles vragen. Heb je het al gevonden? Je mag de keuken niet inkomen. Fred, of Justin, kom eens hier. We hebben een nog groter probleem. We hebben een nog groter probleem dan Frederik. Dat is. We hebben geen groene pizza's. De Steenover pizza is op het moment bezig met een rode pizza. Dus als jij nou... Hoe krijgen we hier weg dan? Hoe krijgen we Fred weg? Ja, we moeten gewoon weglokken. Vergeet dat je pizza heeft besteld. Wat is iets wat Fred echt heel leuk vindt? Op welke manier we hem weg kunnen lokken? Fred, er is een groene uitverkoop in de Annie Heijn. In Anne's supermarkt. Een groene uitverkoop. Alles wat groen is, is gratis. Maar de winkel is al leeg. Ik heb al gekeken. Ja, omdat ze plaats wilden maken voor groen. Ja, maar hij gaat over 4 minuten dicht, Fred. Ik wacht nog wel even op de pizza. Nieuw plan. Kunnen we hem niet uitzetten en dan optillen en thuis brengen en dan weer aanzetten? Ja, maar... Dat is te veel moeite om hem uit te zetten. Waar. Wat is iets waarom we Fred echt wegkrijgen? Lekkage. Goeie. Fred, er is lekkage in het gebouw. Justin, ga snel naar boven om het op te lossen. Ja, ik ga snel boven. Snel, Fred. Het begint te lekken hier. Ik ga op de tafel staan. Ja, het begint vanaf het plafond te lekken. Kijk, daar komen de druppels al. Ik zie niks. Wat een groen plafond trouwens dit. Dit had ik nog niet gezien. Oh, Fred. Ik sta eruit. Allemaal weer weg, Justin. Waarom ligt die blauw tapijt? Hoe kan dit blauw zijn? Ja, dat komt door het water. Dat verpest het tapijt. Oh, oké. Nou, ik ga wel weer zitten. Ren. Dan gaan wij wel weg. Rennen. Kom maar in mijn nieuwe huis hier even. Kom maar. Nieuw huis? Ja, ik woon hier. Ik ben toch het kasteel uitgejaagd. Ik moet toch een nieuw huis hebben. Oh. Dit is mijn woonkamer, maar laten we lekker hierboven samen in bed met Abraham. Oh, dit is, ja, die heb ik gekocht bij jou. Ja, alleen ik wist niet hoe ik moest betalen. Ik heb nu nog maar 2 dieren. Ja, je moet hem even... Hoe duur is hij? 3 diamonds. 3 maar? Hoeveel moeite heeft 10. Het niet voor jou gekost? 10? 15. 15? 20? 20? Ja. Nee, maak er maar 35 van. Gast. Ik vind 10 prima. Vind ik een solide prijs. Is goed. Ja, maar deze was niet zo heel moeilijk. Maar nee, maar 10, omdat het een levend wezen is. Oh, dan heb ik een goede plek waar we gelijk kunnen praten. Oh, gewoon in mijn kluis. In mijn kluis is het sowieso veilig, daar gebeurt niks. Maar voordat ik... dan moet ik eerst even zo dingen pakken. Dan openen we de grote kluis. Heb je ook al een kluis hier? Nee, hè? Ik heb geen kijk, kluis. Kijk, kom. Dan komen we hier. Dan gaan we hier naar binnen. Ver weg. Ja, dat snap ik, om hier al je dingen te hebben. En dan openen we de kluis. 1, 2... Ah! Mijn god, ik... Fred! Hey Fred, we waren nog aan het kijken voor ingrediënten voor de pizza. Maar ja, ik dacht dat ik die in mijn kluis had bewaard. Oh, en ligt het hier? Dat weet ik niet, ik moet nog naar binnen. Oh ja, kom maar. Oké. Ja. Ten eerste, Justin. 10 diamonds hadden we afgesproken. Ja, 10. Vind ik een prima deal. Dan krijg je 5 normale diamonds en 5 gekochte floor diamonds. Oh. Nice. Top. Doei. Nee. Oh, nou, zo hebben we dat ook opgelost. Ja, opgesloten. Maar... Ja, hoe kom je hieruit? Oh, ja, gewoon via de knop. Weet je, laten we dit allebei gewoon even verwerken. Probeer jij bij Frederik binnen te komen als... misschien als assistent of zo voor hem. Kleed je dan even duister, weet je? Dat je even... Want ja, Frederik accepteert denk ik niet gewoon mensen die er zo uitzien, weet je? Je moet een beetje duister de kleding aan. Misschien een ooglapje op, dat vindt hij wel cool. Verzin het of zo, weet je? Ja, goeie. Zorg even dat je er iets duisterder uitziet. Dan kan Frederik je misschien echt vertrouwen. En dan spreken we gewoon over een dag of 2 spreken we af over dit, weet je? Ja, om te kijken wat hij allemaal van plan is. Misschien weet je dan meer. Want het is misschien wel slim als we dit doen, ja. Ja, dus ga maar. Helemaal mis. Ga jij je omkleden en kijk wat je kan regelen, oké? Okay? Dan spreken wij over dit, spreken we elkaar niet meer vandaag, oké? Okay? Wij hebben ruzie. Ik haat je. Ik haat jou. Verrader. Ik haat je hond. Oh, wacht. Die heb ik... Nee. Ik haat niemand, alleen jij. Nou. Dag. Alright, jongens, dan hebben wij nu nieuwe informatie over wat Frederik allemaal van plan is. Best wel veel. Het politiebureau is nog steeds
Oh, het alarm is opgehouden. Wat chill. Ik zeg, het politiebureau is nog steeds helemaal kapot. Oh, laat maar. Het alarm is al... laat maar. Ik wou het zeggen, maar ik hoor het niet. Oh, er zit een delay in. Gek dat het alarm zo raar is. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval, het politiebureau is helemaal kapot. Dus ja, ik weet niet precies wat ik nou moet gaan doen. Laat ik even dit doen, zo. Maar goed, dat was dan voor nu heel even het gedoe met Frederik. Jongens, jullie hebben het in de timelapse gezien. Er is heel veel gebeurd hier. Qua die berg is weggehaald. En dat vind ik heel veel eigenlijk. Het kostte me heel veel tijd. Ik ben 1,5 uur bezig geweest. Gewoon non-stop hakken. Ik heb echt ontzettend veel steen inmiddels. Het is echt belachelijk. Al deze kisten die hier zitten. Ik kan even gewoon er doorheen scrollen zo een beetje. Alles zit vol. Deze zit vol. Deze zit vol. Deze zit vol. Daar ben ik nu mee bezig. En deze zit vol. Ik heb echt nog nooit in mijn leven zoveel steen gehad in Minecraft. Oh, trouwens, hier zit dit soort steen in. Het is zo belachelijk veel. Maar goed, ik wilde hier eigenlijk meer doen, maar daar had ik geen tijd meer voor. Het is inmiddels al 11 uur 's avonds. En ik wil hierna nog wat anders opnemen. Oh, wat is het toch een druk leventje af en toe, hè? Van letterlijk Minecraft spelen. Oh, maar wat is hier veel ruimte, hé? Wat ik de volgende aflevering wil doen, is denk ik dan echt een begin maken aan deze kant van de berg. En dit om het misschien een beetje net te krijgen. Dus dan wil ik dit, zoals hier, ook daar laten doortrekken. En dan vanaf daar wordt het helemaal... Ja, dat wordt echt... Ik kan het wel uitleggen, maar het wordt gewoon heel groot en gaaf. Ik heb er echt zin in om daaraan te beginnen. Het gaat wel echt een moeilijke taak worden, omdat je een soort van boven je eigen hoofd moet gaan werken. Je moet zeg maar zo werken en hakken met pickaxes. Trouwens, echt bijna een stuk moet ik oppassen. Het wordt een moeilijk taakje. Er is veel gebeurd, ook met Frederik. Het is best een eng verhaal allemaal, zoals jullie hierboven hebben gezien. Ik ga er niet op staan, want dat is misschien niet helemaal de bedoeling. Maar kijk, er gebeurt hier echt van alles. Gewoon qua virus of zo. En blijkbaar begint het op de kerk. Dus ik weet niet precies wat ik daartegen moet doen, maar we gaan het zien. Justin gaat proberen te infiltreren bij Frederik thuis. Kijken of we iets kunnen regelen. Dat we informatie achter informatie komen. Wat er met Frank gaan is geen idee. Dat is een rare monster. Hij grondt. Je ziet hem af en toe voorbij komen. Is het hem dan echt? Of is het een schim? Of kan hij gewoon belachelijk snel bewegen? Heel veel mysteries weer. Heel veel mysteries in één simpele aflevering. Maar goed jongens, dat was dan ook weer deze video voor vandaag. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Als je niet lijkt, ga je dood. Dat is trouwens niet waar. Geen zorgen. Je blijft leven. Nee, maar dank jullie wel voor het kijken. Kijk nu lekker deze video. Dit is het vorige content. V0. Heb je hem nou gemist? Moet je gewoon even kijken. Want dan ben je helemaal up-to-date met alles. De stand van zaken gewoon eigenlijk. Gewoon even kijken. Dat is goed. En nu spreek ik laatst glaasje water, tot 4 flessen bier, tot de volgende keer. Yeah!